Marien is op voorhand de Graafschap uit een prachtig affiche. Ja, het werd uiteindelijk een hele vervelende avond. Ja, het was wel een prachtig affiche, prachtig veld en mooi publiek. Dus in die zin was het wel prachtig. Maar ja, we werden wel bijna op alle fronten afgetroefd. En nou ja, het is maar 3-1 geworden, gelukkig. Maar er was niks op af te dingen voor de Graafschap. Nee, want halverwege is het 0-0. Nou, dat mag wel een klein wonder genoemd worden. Ja, klopt. Goede keeper natuurlijk. Die redding hun met de kans om. We hadden heel veel moeite. Ten eerste met hun druk op de bal. We konden niet onderuit voetballen. Hè. Wat in de andere wedstrijd wel een kracht van ons was. Kwam er gewoon niet onderuit. En verdedigend vond ik het ook matig. Vooral op links hadden we heel veel problemen om de mensen tussen de linies af te dekken met Asjevaai. Ja, en dat inderdaad te proberen in de rust te repareren. En voor mijn gevoel stond de tweede helft ietsje beter. Alleen, ja, ze gingen er makkelijker in. En dan helaas op een slordige manier standaard situaties. Wat knullig. Uiteindelijk knullige goals tegen. Maar natuurlijk wel verdiend. Ja, want als die dan valt, ja, is het een hele lullige goal eigenlijk, die 1-0. Ja, die 1-0 was natuurlijk vervelend inderdaad. Een standaard situatie en dan een vrije trap. En ook die tweede zagen we een beetje knullig uit. Zeker omdat je dan net in de wedstrijd komt met een geweldige goal van Maru. Dus dat was wel slordig. Ja, want als je positief bekijkt, we hebben één echt grote kans gehad. Die ging er gelijk in. Dat was ook echt een goede goal. Ja, hele mooie goal. En dan moet je eigenlijk wat langer in de rest kunnen blijven om in te groeien. Alleen ja, de power die de Graafschap bracht met hun ervaring en publiek erachter. En het natte veld, snelle veld, scheidsrechter die veel door laat spelen. Ja, dat was allemaal in het voordeel van de Graafschap. Ja, speelt dan ook mee dat de ploeg onder de indruk is van alles wat er gebeurt? Nou, dat weet ik niet. Zou ik eens moeten vragen. Dat geloof ik niet zo snel. Het was gewoon een beetje de jongens tegen de mannen. En nou ja, de mannen waren beter vandaag. Dus we hebben wel een goede leerschool. Goed voor de ontwikkeling voor mijn jongens. Vooral de jonge jongens. De nieuwe ervaring. Deze intensiteit. Van tevoren wel allemaal dit besproken. Dus we waren wel voorbereid. Maar ja, je moet het accepteren. Nou, aan de andere kant ging het de afgelopen weken heel goed. Je weet dat dat niet het hele seizoen door zal gaan. Nee, zeker niet. Want je weet waar je vandaan komt. Je weet dat je hierna kwetsbaar bent. Maar ook gewoon jonge gasten. Dus dat zal grillen blijven. Het is mooi dat je inderdaad gewoon deze wedstrijd kan ervaren. Ook voor Thijs Dallinga. Die had het gewoon moeilijk vanavond. Dat is ook logisch. Aan de andere kant, ja, hoort erbij. We hebben geen schade opgelopen. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus ik hoop volgende week weer misschien wat extra mensen erbij. Dat we weer op oorlogsterkte zijn. Ja, positief punt was dat Stijn van Gastel gewoon kon spelen vandaag en dat hij ook een goede wedstrijd. Ja, fijne keeper, doet heel goed, stabiel factor, dus dat is inderdaad een heel prettig gegeven. Dus gelukkig nog een positief punt, ja.